Een hele goede morgen. Welkom bij nieuwe Ups and Down. De drie appels spelen hier samen. Ik weet ook niet waarom, maar het is zo gekomen. En wij mogen weer naar buiten. Maar ik vind het veel te koud. Dus ik blijf lekker binnen. Sam en Jordi hebben de sniffels en alles. De quarantaine voor Niels en voor mij is voorbij. Dus wij mogen in principe naar buiten. Niels is nu ook weer werken. Niels is ook klachtenvrij. In zoverre je klachtenvrij kan zijn, want Niels is chronisch verkouden. Dus ja. Maar in ieder geval, deze twee hebben de sniffels. Liam niet. Vorige week is hij een dag ziek geweest en dat was het eigenlijk. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. En wat? Ga eens van die stoel af. Je mag niet op een stoel staan. Je moet zitten op een stoel. Nou, wij zijn fruitje aan het eten hoor. En Sam zit in zijn nieuwe stoel. Jee! Hij doet het supergoed. Zit ook heel actief. Dus dat is alleen maar mooi. Liam was niet super blij dat we deze stoel hier hadden staan. Maar ja, ik kan niet alles hebben toch? De kinderen liggen in bed. En ze hebben gegeten en alles. Ik ga nu zelf heel even eten. Ik heb spullen voor Hollands pannetje opgezet. Want dat gaan we eten. Hollands pannetje. Hollands stoofpotje eten. Kijken. Ja, dit. Mijn vlees al voorop staan. Dus die kan lekker gaar worden. En dan uit elkaar trekken. En dan lekker champignonnetjes. Ik heb nou honger. Dus dat. Wil ik in deze vlog ook nog behandelen hoe we dat gedaan hebben met Jordi en zijn zelfstandig eten. Dus daar ga ik een gedeelte uitleggen en een gedeelte laten zien. Dus dat gaat in verschillende delen in deze vlog komen. Dus straks ga ik heel even uitleggen en morgen laat ik even zien hoe en wat met het eten. Want daar was vandaag niet echt veel tijd voor, want ik had een kind die een beetje zo grijnig en zo zeikerig was. Jordi dus. En dan kan ik het niet laten zien, omdat hij dan gewoon niet mee eet. Dus ik ga dat proberen om dat te laten zien in deze vlog nog. En anders komt het in de volgende vlog, maar ik ga sowieso uitleg geven erover. Kindjes slapen nog. Ik ga zo dadelijk verder aan mijn stoofpotje, want die is ook bijna klaar. Maar ik zou nog even uitleg geven. Wel wat je even in gedachten moet houden is dat wij hier al ruim 1,5 jaar mee bezig zijn. En wat voor ons werkt, werkt niet voor een ander kind of voor een ander gezin. Of je moet je eigen weg hierin vinden. Sowieso, waar we mee begonnen zijn, is vaste eetmomenten. Dus om tussen 10 en 10:30 krijgt hij fruit. Tussen 11:30 en 12:00 krijgt hij brood. Ook niet alleen thuis, maar ook op school heeft hij dit ritme. Als hij wakker wordt, dan krijgt hij drinken en wat lekkers. Met avondeten tussen 5:15 en 6:15. Dan krijgt hij als laatste nog zijn fles. Dus buitenom het drinken, dat zijn eigenlijk zijn vaste eetmomenten. En die vaste eetmomenten, die hebben ervoor gezorgd dat hij feitelijk een inwendige klok heeft. Dus hij weet... Hij staat hier om 10:00 ook gewoon aan tafel van, hallo, we gingen iets doen toch? Het is tijd ergens voor. En om 11:30 staat hij hier weer. Hallo. Dus eigenlijk elk eetmoment staat hij hier gewoon klaar zo van, hallo, ik ben er. Komt u maar door, ik schuif het wel naar binnen. Dat is ook al heel belangrijk om te hebben. Dus dat het kind weet van oké, dit zijn de standaard eetmomenten. Moet ik er wel bij zeggen, buitenom die eetmomenten zal Jordi niet snel iets happen.
Tenzij hij weet dat het echt lekker is. En ja, dat zal hij dus niet zomaar doen. En hij pakt het ook niet van iedereen zomaar aan. Dus het is ook echt wat wij met hem hebben geoefend, pakt hij ook van ons aan. Ook van mijn ouders en voor mensen die het vaker met hem hebben gedaan. Maar in principe pakt hij het niet heel snel van iedereen aan. Maar goed, dat even tezijde. Waar wij mee begonnen zijn, is met de broodmaaltijd zelf eten. En zoals ik al zei, we zijn echt 1,5 jaar hiermee bezig geweest. Als eerste hebben we hem heel erg laten voelen aan de textuur. Dus ik smeerde ook echt een extra boterham voor hem. Zodat hij heel erg voelde van de textuur. Dus hij kreeg het ook in zijn handen. Hij kon ermee spelen. En ja, al zat hij helemaal onder, dat moet je dan even voor lief nemen natuurlijk. Maar hij ging ermee spelen. En het was natuurlijk ook iets wat hij lekker vond. Dus alles wat ze lekker vinden, mee beginnen. Dus ja, dan ging het dat doen. En dan ging hij textuur leren. Van dit heb ik in mijn handen. Wel is het zo, als Jordi de textuur niet kent, gaat hij het ook niet zomaar in zijn mond stoppen. Dus dat is wel heel belangrijk. Dat hij dan, als we weer iets nieuws introduceren, dat hij eerst de textuur leert kennen. Dus nou, de textuur en ook met gebakken ei, dat soort dingen allemaal. Die hebben we hem heel rustig aangeleerd eigenlijk. Toen hij eenmaal die textuur onder controle had en je zag dat hij daar heel comfortabel mee was. Toen zijn Niels en ik begonnen met het feit, want we stopten alles gewoon bij hem in zijn mond en dat was prima. In zijn wangzakken, zodat hij met zijn tong eruit moest halen en dat hij dan daardoor weer speling krijgt. Om het hem te leren hoe dat hij ermee om moet gaan. Wat we toen hebben gedaan. En dit heeft heel veel geduld gekost hoor. Dit is echt monnikenwerk met hem. Ik weet niet hoe dat met iedereen of dat met elk kind zo is. Maar ja, bij ons was het gewoon monnikenwerk. Dan was het gewoon het feit, zeg maar, je gaf het Jordi in de hand. En dan pak je zijn hand vast en dan stop je het in zijn mond. En dan vaak raakte het niet in zijn mond of had het al los. Maar die handeling zijn we met hem gaan oefenen. En die handeling is heel belangrijk om te kunnen. Daardoor zeg ik ook begin met iets wat ze lekker vinden. Want bij ons ligt het ook gewoon geregeld nog op de grond. Vooral als jullie iets niet lekker vindt, dan is het vastpakken, weg en dag hoor. En dan heeft hij ook heel veel lol ermee. Maar dat is dus die handeling. We zijn echt met die handeling begonnen. Dus echt die handeling gebruiken, de hand vasthouden en naar zijn mond brengen. In zijn mond stoppen en dan laten kauwen, de volgende handeling weer hetzelfde. Dus gewoon heel veel herhalen, 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 herhalen en opnieuw blijven doen. Dat is eigenlijk hoe we het Jordi hebben geleerd. En vanuit daar kun je gaan uitbreiden. Dus stel je kind is gewend om brood te eten. Op die manier dan ga je de handeling uitbreiden. Na een keer een pannenkoekje, een keer een eitje, een keer. Nou, ga zo maar door. Dat is voor Jordi het hele eier eten geweest om het bij hem naar binnen te brengen. Maar, zoals ik al zei, wij zijn echt ruim 1,5 jaar bezig geweest hiermee. Ook met het lopen. Wij zijn echt ruim 1,5 jaar hiermee bezig geweest. Bij Jordi is het gewoon echt tijd, 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 tijd. Heel veel oefenen, 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 oefenen. Herhalen, herhalen, herhalen. Er zijn gewoon echt zoveel punten waar je, ja, waar je rekening mee moet houden. Dus de herhaling, de tijd ervoor nemen, geduldig zijn. En sowieso iets dat lekker is. Gewoon iets dat lekker is moet je eigenlijk ja, hebben. Dus dat is eigenlijk ja, waar je rekening mee moet houden. Vaak is het wel zo dat je er wel bij moet blijven. Dat wel. Want ja, hij kan nog wel wat dingen op de grond smijten. Hij heeft het ook wel eens een keer naar Liam toegegooid of naar Sam toegegooid. Of ja, in ieder geval. Ja, dat doet hij dus nog wel. Dus er zit ook heel veel ondeugd in het kind. Maar ja, we hebben heel veel geduld daarmee moeten hebben om het zelf te laten doen. En hij doet het eigenlijk, ja, hij doet het al wel wat langer. Maar dan was het een stukje wel, een stukje niet, 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 niet. En dan ineens weer wel.
Dus ja, op camera vastleggen heeft niet zoveel nut. Het heeft eigenlijk pas, ja, sinds kort eigenlijk nut om het allemaal, ja, vast te gaan leggen. Ook bijvoorbeeld een bakje chips op de bank eten. Deed hij eerst ook niet. Dat is een handeling die wij er, denk 2, 3 maanden geleden mee begonnen zijn. En omdat hij dus deze handeling kent, kan ik hem dat dus weer makkelijker aanleren. Dus daar is minder tijd voor nodig. Dus vanuit de handeling van naar je mond toe brengen, niet weggooien, het leren dat je het niet weg mag gooien. Ja, daar kan best wel tijd in gaan zitten. Ja, daar hebben wij ook echt heel erg gehad dat daar tijd in zat. We hebben in het begin, wij weten bijvoorbeeld nu dat we heel lang met Jordi iets moeten oefenen. Dat weten we al langer, maar het begin dat je daarmee begint, ben je als ouder zijnde af en toe best gefrustreerd. Af en toe wel. Maar op het moment dat het dan lukt, dan voel je je eigenlijk de koning te rijk en dan ben je hartstikke trots. Alles en iedereen is wakker. En ze hebben al gegeten, gedronken. Ik heb Jordi gedruppeld. Ik heb alles al gedaan wat ik moest doen. Eten staat zover klaar. Ik hoef het dadelijk alleen maar aan te zetten. En we zijn Bing aan het kijken. Ja, we zijn Bing aan het kijken. Ik maak hem open. En ik kijk of ik jou open kan vinden in zijn buikje. Doet dat pijn? Kijk, dit bedoel ik dus. Jordi, het is 5 uur, ik weet het, maar het eten is nog niet klaar. Het is bijna klaar. Ja, het is bijna klaar. En we gaan ook geen tabby kijken, want de televisie staat aan. Nou, dat is dus echt elke keer als er iets van eten of wat dan ook gebeuren moet. Ik weet dat je er niet blij mee bent. Dat snap ik. Ja, dat snap mama. Maar we gaan het niet doen. Ja. Je hoeft niet te oogrollen hoor. Want dat gaat hem toch niet worden, vriend. Nee. Maar dit is dus elke keer als er etenstijd hier is, dan staat meneer. Ja, altijd als het eten is, hè. Mama is aan het koken. Mama kan niet snel het eten koken. En papa is ook 17:15 pas thuis. 17:45. Ja. En je hebt gesnoept en alles. Nee, we gaan niet Tabby kijken. Nee. 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 Want dat doet hij dan als op het moment dat hij niet eten krijgt. Dan gaat hij zeuren om de tablet. Nee. Nee, 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 nee. Zal ik hem hier voor je opvallen? De kindjes liggen op bed. Sam, Liam en Jordi in de douche gedaan en een bad gedaan. En Niels heeft ze aangepakt, afgedroogd en aangekleed. Ze liggen nu lekker op bed. We gaan nu eventjes de bende van ellende hier opruimen. En stofzuigen en dweilen. En avond houden. Een hele goede morgen. Sam die kruipt daarheen. Gisteravond hebben. Ja joh, hou je omikron bij. Hoi. Hou je omikron bij. Gisteravond hebben Niels en ik hier nog alles even lekker gestofzuigd en gedweld. En daarna hebben we bankzaken en beleggingen gedaan. Zijn we met Sam even bezig geweest. Volgens mij krijgt hij ook tandjes door hoor. Volgens mij
is het echt een combinatie van een paar dingetjes. En ja. Wat ga je doen? Dat is mama's oorbel. Ja? Ja, wat? Niet doen. Ze kunnen de mensen jou toch niet zien? Nou, het is wat. Even fruit maken voor de Bambi's band hier. Ik had meloen gesneden. En, want Liam is helemaal gek op meloen. Dus. Meloen. Lipo. En dan krijgen Jordi en Sam dat natuurlijk ook. Dan gaat er appeltjes bij. Mandarijntje gaat er ook bij. Nou doe ik zeg maar half-half. Dus ik doe hem half bij Liam op het bordje. En half in de blender. Ondertussen hoor je Jordi een beetje boos zijn. Want het is 10 uur. Koekje erbij. Oké, fruitjes zijn klaar. Jordi krijgt altijd de groene lepel. Sam krijgt altijd de kleur die ik van. Liam ook trouwens. Maar goed. Even een uitleg over filmpjes die we aan hebben staan. Jordi kan alleen dingen doen als hij niet hoeft na te denken. Dan gaat het automatisch. Dus dat betekent dat als Jordi moet kauwen of zo. Zonder filmpje denkt hij erover na, gaat hij zich verslikken en dan stikt hij in zijn eten. Vandaar dat wij heel vaak filmpjes met eten aan hebben staan. Avondeten over het algemeen niet, maar dat komt omdat we allemaal aan tafel zitten. En we het zo gezellig mogelijk maken en zo enthousiast mogelijk zijn. Dus ja, dat is een opgave, maar soms lukt het wel, soms lukt het niet. Als het echt niet lukt, zetten we wel een filmpje aan, want hij moet gewoon zijn eten kauwen. In verband met zijn darmen. Dus wij moeten daar wel een middenweg tussen zoeken. Dus voor de mensen die zeggen, je hebt te veel filmpjes en alles en zo. Dit is onder andere de reden dat hij dit soort dingen heeft. Maar goed. Even Sam een hap geven. Ah. Goed zo. En dan gaan we Jordi een hapje geven. Jordi, begin ik nou met een stukje. Kijk eens. Moet vastpakken? Ja, vastpakken. Goed zo. Hij voelt de textuur. Hij kent de textuur. En hij stopt het in zijn mond. Nou, hij naar filmpje kijkt. Zit hij naar de filmpje te kijken. En dan ondertussen gaat hij kauwen. Ik laat het lopen. En ik ga het nou versneld afspelen. Waardoor je gaat zien wat hij doet. Oké. Nou, zoals jullie zagen, hij zet zijn hoofd scheef, waardoor dat hij zelf controle kan houden over waar het eten zit. Hoppa. Ah. Goed zo. En dan geef ik hem meestal gewoon een hapje daarna, waardoor hij dus eventjes weer afgeleid wordt. En dan krijgt hij dadelijk na een paar hapjes weer een stukje meloen waar hij op kan kauwen. Trouwens, Liam is ook lekker aan het kauwen en hij heeft zijn meloen al op. Ja, je hebt je meloen al op, hè? Nou ben je de appel. Hij is nou appel aan het eten.
Iets wat ik nog vergeten ben om eventjes te melden, is dat als wij bij het laatste hapje aankomen, dat doen we eigenlijk bij alle drie, maar bij Jordi hebben we het er echt in gebracht, is dat we zeggen, Jordi, laatste hap. Goed gedaan, jongen. Yay! Dat is standaard wat we doen. Als dadelijk Liam klaar is met zijn fruit, dan klappen we ook. Zijn we blij dat hij het op heeft. Ook als hij niet op heeft en hij geeft aan dat hij klaar is, klappen we alsnog. Want we vinden dat hij bij elk hap eigenlijk al goed gegeten heeft. Dat is gewoon standaard. Bij Sam heb ik het net ook gedaan. Dat is gewoon standaard hier. Omdat, ten eerste, we trekken iedereen gelijk. Dus als we bij Jordi doen, doen we bij iedereen. En ten tweede, in principe vinden wij dat ze niet hun bord leeg hoeven eten. Want er ligt genoeg op. Dus ze krijgen genoeg binnen. Ze eten ook ruim voldoende. Dus bij elke hap zijn we al blij. En dan zijn we aangekomen bij het brood. Liam zit lekker op de bank zijn boterhammetje te eten. Hij wil heel graag op de bank zitten. Nou, prima. Voor mij mag dat. Alsjeblieft. Is je mond leeg? Bij Jordi is het zo dat Jordi altijd grotere stukken brood krijgt. Omdat Jordi meer animo moet hebben om te kunnen kauwen. En als Jordi meer animo heeft om te kauwen, dan doet hij dat ook beter. Dus wij leggen meestal het stukje brood op het tafeltje. Oh ja, de tikken, dan weet hij dat als ik tik, dan weet hij dat er wat ligt. Heb je nog last van je oor? Jordi die doet over het algemeen ook met zijn tong het tegen zijn hemel te aandrukken. Maar zoals ik al eerder heb verteld, omdat hij dus een filmpje heeft, heeft hij dus meer motivatie om hem tussen zijn tanden te duwen en om te kauwen. Lekker hè Jordi? Wil je nog een stukje? Lekker hè Sammy? Kijk, Jordi heeft op zich best grote stukken brood. En als ik nou twee stukjes neerleg, dan gaat hij proppen. En dat gaan we niet doen. Dus vandaar dat ik één per keer geef. Is lekker, Liam? Boterhammetje lekker? Moet mama helpen. Heb je hem alweer op, Jordi? Wat goed van jou. Ik doe ook altijd de boterhammen, zeg maar, zo. Dus zeg maar, aan elke kant zit een boven- en een onderkant. Omdat de bovenkant altijd wel wat steviger en harder is. Zo heeft hij aan allebei de kanten, zeg maar, hetzelfde. Het automatisme tegenwoordig. Lekker, Sam? Zit lekker. Alsjeblieft. De kindjes liggen op bed. Ik hoop dat ze gaan slapen. Ik ben ondertussen even aan het opruimen. Dat probeer ik een beetje door te zetten. Nou, na die hele quarantaine. Dan, zodra de kinderen naar bed gingen, dan deden we gauw eventjes de boel recht trekken. En ja. Ik heb eigenlijk niet veel anders daarin te melden. Straks om 3 uur ga ik live op de Facebookgroep die ik had aangemaakt. Met de mensen die er zin in hebben. En ik denk dat dat wel gezellig wordt. Ja, dat is het eigenlijk wat ik wou zeggen. Net een uurtje live geweest met de Facebookgroep. En was wel gezellig. En nu ben ik Joef aan het beschermen tegenover Liam. Want Liam zit hem nu continu te vervelen. Of ja, haar continu te vervelen. Hé, meisje? Dus nu zit ik even hier. En iedere keer als hij in de buurt komt, zeg ik dat hij weg moet gaan. Ondertussen zit Jordi hier.
Die heeft zich bij me gevoegd, want ook hij had last van Liam. Ja. Sam die heeft zich nog niet bij me gevoegd, maar die doet gewoon zijn eigen plan trekken. Die zit daar. En meneertje staat nou daar. Terrorist. Nu heb ik frietjes gemaakt met frikandelletjes. En Sam krijgt boerenkoolstamp. En we hadden het erover, papa, dat Jordi zelf deed eten. En wat wij nou doen, ja, we doen heel af en toe mayonaise erbij. Maar over het algemeen doen we dit. We leggen een frietje en een frikandelletje neer. Nou wil hij nog niet eten, omdat ze filmpje nog niet aanstaan. Nee, want... Huppakee, dat gaat op de grond. Joef, nee. Hij heeft niet geslapen. Plus met frietjes wil hij per se een filmpje aan. En hij heeft niet geslapen. Dus ik ga ook niet nu ruzie maken. Daar heb ik echt geen behoefte aan. Kom je ook, Sam? Dus. Huppakee. Nee, dus zoals je ziet, hij zit gewoon lekker te douwen. En dan gaat hij lekker verder eten. Niels? Kindje ligt op bed. Ja, we hebben gestofzuigd. De flesjes afgewassen. Als we speelgoed weer in de bakken. Yes. Het is weer rommelvrij. Ja. Ja. Maar wat ik nog niet had verteld aan de mensen in de vlog. We zijn vandaag 16 jaar samen. Yes, een hele mijlpaal voor ons. Hè? Mm-hmm. Ja. Dus. Om vele jaren te gaan. Dat houden we nog wel even vol, denk ik. Mm-hmm. Ja, nou gaan we nog een beetje rommelen en dan gaan we daar een keer naar bed. Yes. We zijn allebei moe. Mm-hmm. En dat is het einde van deze vlog. Yes. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.